Niers TV sprakeerde deze week met Thomas Wils. We keken met onze verdedigende middenvelder vooruit naar de wedstrijd tegen AA Gent en blikten terug op de partij tegen Racing Genk. De overdreven nederlaag in de Kristal Arena en vooral de manier waarop, zuur een zure nasmaak na. Ja, iedereen was wel uh, boos. Ja, boos. Uh, iedereen had wel gemengde gevoelens bij de wedstrijd, omdat... Uh, dat er door een fase een, een 2-0 op het bord komt, terwijl het anders 1-0 is. en Dan is ja, die wedstrijd toch anders. 1-0 of 2-0 is een groot verschil. Maar oké, okay, um, dat is nu zo. We kunnen er toch niks meer aan doen. En we moeten vooruitkijken naar, uh, naar zondag toe. Wat zal dan moeten gebeuren zonder de geschorsten Kawa en Traore? Ook Matuku is nog onzeker door een blessure die hij opliep in de partij tegen Gink Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat beide rechtsbacks uh, geschorst zullen zijn. Uh, dus dat is... Uh, dat is een spijtige zaak voor, de, voor ons, voor de club. Maar uh, ja, de trainers zullen er wel iets op vinden. En, uh, en de spelers die daar ja, hun plaats in nemen, die zullen 100% hun best doen. Veel tijd om te verwerken heeft Lierse niet. Zondag komen de Buffalo's uit Gent op bezoek. Dat de wedstrijden elkaar snel opvolgen, vindt Thomas geen nadeel. Het is altijd leuker om, om wedstrijden te spelen dan te trainen. Iedereen, iedereen traint om wedstrijden te spelen. en uh, ja, t, uh, hoe, hoe meer wedstrijden je speelt... Uh, ja, ja, ik denk dat het voor de groep beter is om, om, om toch meer gefocust te kunnen zijn naar die wedstrijd toe te leven. dan uh, ja, zon is er terug weer in en uh, ook direct een mooie wedstrijd, denk ik. Met geen zondag treft Leers een ploeg in vorm. De Buffalo's draaien op volle toeren en komen met vertrouwen naar het Lees. Ja, ze doen het op het moment uh, vrij goed. Nieuwe trainer, toch een aantal nieuwe spelers. En, uh, ja, de ploeg draait wel en dat zie je ook aan het klassement. Ze uh, staan op het moment 2, of toch in, in, in de top 3 in ieder geval. En, uh, het zal niet makkelijk worden, maar uh, ja, we moeten er zeker en vast dingen loven. Bij Gent staat ex doelbaan Mats zelfs in doel. Voor Thomas alvast een leuk weerzien. Ja, ik heb nog wel wat contact met Mats. Ik denk, hij uh, uh, heeft hij om kaart gevraagd aan mij voor, uh, voor te komen kijken. Dus uh, het is niet dat ik hem elke dag bel, maar heel af en toe. Um, Heel lang en toe we hebben we nog wel eens contact met elkaar. En, uh, het is altijd leuk als je iemand tegenkomt die, die je kent van vroeger. en zo, dus, uh, Het is altijd leuk. liet lieten tegen Michel en Genk na om te klimmen in het klassement. Ondanks twee degelijke partijen blijft de Palieter dus achter met een 0 op 6. Ja, nee, dat klopt. Uh, we spelen misschien geen, geen slechte partij qua organisatie, en zo, maar we, we pakken niks. Hè. We hebben nul punten. En, uh, ja, we, toch, ah, we moeten toch wel punten gaan, gaan nemen, want uh, de ploegen onder ons die, die, die gaan niet blijven verliezen en ook boven ons gaan de ploegen ook niet blijven verliezen. We moeten feeling houden met, met de rest en uh, daarom zijn uh, de drie punten toch wel uh, welkom. Hier staat ondertussen nog steeds in de gevarenzone. Om daar weg te geraken is er maar één optie zondag en dat is winnen. Ja, dat is uh, de bedoeling toch. Ik denk dat we elke wedstrijd moeten aanvatten om, om de drie punten te uh, proberen te nemen en dat zal zondag niet anders zijn. De omstandigheden zijn allesbehalve gunstig. Thomas hoopt alvast op opnieuw veel steun van onze supporters. Ja, tuurlijk. Dat hopen dat, uh, we ben het allemaal een gevoel tegen Mechelen. Met hoe talrijk ze waren, hoe dat ze ons hebben gesteund. Oké, okay, we waren niet gewonnen, maar toch zou dat toch een soort appreciatie zijn omdat, omdat we toch wel, wel, wel hebben proberen iets, iets te doen tegen Mechelen en hopelijk uh, staan ze er zondag weer.